Na de wedstrijd Sportlust tegen Baronie staan we met doelman Romero Antonioli. Romero, uiteraard gefeliciteerd met 3 punten. Dankjewel, dankjewel. Je hebt er ook nog wel de nodige moeite voor moeten doen om die nul te houden. Zeker in de tweede helft. Ja, vooral in de tweede helft inderdaad. Tegen het einde aan. Ja, denk nog twee of drie cruciale reddingen, denk ik. Waardoor we toch nog wel, anders krijgen we nog een moeilijke slotfase, denk ik zo. Ja, en dan is het toch wel lekker als keeper dat je ook zo belangrijk kan wezen in zo'n wedstrijd. Ja, zeker, zeker. Ja, liefst heb ik me andersom hoor, dat we 5-6-0 winnen en dat ik de hele dag niks te doen heb. Dat heb ik liever, maar het is altijd leuk als je kan onderscheiden. Ik denk al met al toch nog een lastige wedstrijd, ondanks 2-0 uitslag. Absoluut, absoluut. Ik denk dat zij heel veel pech, echt veel pech hebben. Ze hebben genoeg gecreëerd inderdaad en het was een lastig potje, zeker weten. Ik had het net met Zakaria erover, lastige potjes moet je winnen. Zeker in de periode waarin je nu zit. Winst is belangrijker dan goed voetbal. Zeker, dat denk ik momenteel wel inderdaad. De derde periode is nu net begonnen. We hebben nu, we krijgen drie van de onderste zeg maar. Dus dit zijn belangrijke weken inderdaad, als je wil mee blijven doen. Ja, en dan heb je eigenlijk maar als doelman maar 1 opdracht, dat is 0 houden. Meer kun je niet doen. Ja, inderdaad. En dat heb je ballen tegenhouden. En dat heb je goed gedaan, denk ik. Dankjewel. Ik denk dat je zeker eventjes de beelden terug moet gaan kijken van de laatste 5 minuten. Want dan zien we jou gewoon schitteren. Dankjewel. Goed gevoel, denk ik, overhouden aan die laatste 5 minuten. Goed gevoel naar de volgende week meenemen, denk ik. Zeker weten, ja. En dan spreken we elkaar daar alweer. Dankjewel. Komt goed, dankjewel. Okay, bye.